We hebben natuurlijk in het verleden al best wel een aantal keer een skinwedstrijd gedaan. En het was op zich elke keer wel weer leuk, maar het was wel ook wel weer een beetje hetzelfde. Als je het vergelijkt, al die video's met elkaar. Maar vandaag doen we het op een andere manier. Want hier, Van Alles BS had een geweldig idee bedacht. Namelijk een catwalk. Hij had het helemaal uitgelegd en ik heb het uitgevoerd. We gaan dat dus nu doen. Ik heb een map gemaakt en tijdens het spelen zal ik het zo meteen meer uitleggen. Maar we gaan eerst even een mooie skin selecteren. Dat is het handigst. Gewoon meteen een mooie skin waarmee ik even kaart kan gaan flexen. Want het doel is wel om een zo mooi mogelijke skin te hebben. En welke zullen we dan doen? Ja, je hebt zoveel mooie skins. Ik doe die van El Primo zou ik die doen. Het is ook handig namelijk dat je mensen kan killen met de skin die je, of de knokken die je hebt. Dus daar moet je eigenlijk ook wel rekening mee houden. Ik doe wel vuurvliegico. Die vind ik wel nice. Dan gaan we daarmee spelen. Ik zie jullie als we beginnen en dan ga ik tijdens het spelen het meteen even uitleggen. Ja, daar gaan we dan. En trouwens, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar zoals jullie zien staan we nu allemaal in een rijtje. De eerste die mag beginnen. Fast for you, die begint dus. En dan mag hij als eerst lopen. Rick mag bepalen of hij de skin mooi vindt. Dus we moeten één voor één over de catwalk lopen. En als Rick de skin mooi vindt, dan mag je doorlopen en dan aan het eind ga je met elkaar vechten. Mr. God, Mr. King. Oh nee, oh Rick, die vindt het niet mooi. Dat betekent dat Mr. God, Mr. King dus wordt gekild. Oké, nu is aan mij de taak. Ga ik gekild worden of niet? Ik mag doorlopen. Hey, Maarten, die mag niet doorlopen. No, Maarten wordt gekild. Maar vervolgens ben ik dus hier op het einde. En dan is het grappige. Want je kan nu natuurlijk toe gaan kijken of de rest er ook door gaat komen. Maar we gaan dus nu zometeen ook tegen elkaar vechten. Dus op het moment dat alle knokkers hier zijn, alle mooie skins, dan gaan we daarna tegen elkaar vechten. Ik zal die even kapot maken, dan hebben we daar geen last meer van. Maar je hebt dus zometeen alleen maar mooie skins. Degene Rick, die vindt ze dus alleen maar mooi. En die gaan dan tegen elkaar vechten. En uiteindelijk krijg je dan een duel met alle mooie skins hier zo. Bot, die wordt nu ook doodgemaakt. En kunnen we dan beginnen met vechten? Ja, nu kunnen we beginnen met vechten. Oké, let's go. Nu gaat het duel beginnen. Kijk, nu heb je alle mooie skins tegen elkaar. En dat is het eigenlijk. Je moet dus proberen op deze manier te spelen. Dus je moet eigenlijk een goede knokker zijn. En, nu moet ik uitkijken. Ik kan hier misschien even mijn super aanzetten en mijn gadget. Oh, nee, net te laat. Oké, ik ben helaas gekild. Maar het is een leuke combinatie van een skinwedstrijd. Plus je moet dan ook nog tactisch nadenken welke knokker je gaat zijn om dan uiteindelijk te winnen. Dus je moet een vette skin hebben en een knokker die goed is in deze map. Dus het is toch best wel een hele leuke combinatie. Delano is er nog. Kaas Moi is er nog. Ik heb trouwens ook jumps geplaatst. Dus je kan naar de andere kant springen als je dat wil. Ik heb teleports geplaatst. Dus er is echt van alles. Maar ondertussen zijn ze boven aan het vechten. Kaas Moi is nu dood. Ja, dus dan heb je Delano. Die heeft gewonnen volgens mij. Even checken voor de zekerheid. Ja, Delano heeft gewonnen. Ik vind het geweldig. Ik vind deze minigame helemaal mooi. We gaan door naar de volgende game. En ik ga nu eventjes een andere skin selecteren. Welke knokker is goed? Er zijn redelijk wat bosjes. Dus we kunnen misschien wel een skin voor Bo doen. Onderwereld Bo, die vind ik ook mooi. Ja, we gaan wel Onderwereld Bo doen. En dat doe ik hier, dat we door de bosje heen kijken. Misschien kunnen we dan ook nog winnen. Oké, daar gaan we. Oké, ik sta weer niet in het midden. Oh, ik ben een van de laatste. Oké. We kunnen even een duimpje omhoog doen. Hier voor me staat nog een Bo. Ik vind die leeuwbol vind ik ook heel nice. Flap is ook een mooie skin, maar we gaan dus één voor één over de catwalk. Oh, Maarten, die skin van Belle is ook echt heel erg bruut, hoor. Ik ben benieuwd. Misschien dat Bot nu wel wordt gekild, dat hij die skin niet heel mooi vindt. Ik kan even hier die Bo-spray doen. Ik denk dat niet veel die spray van Bo hebben. Maar tot nu toe is iedereen door. Er is nog niemand gekild, want anders moest je dat kunnen zien. Wij zijn nu bijna aan de beurt. Wordt de boel gekild? Of niet? Nee. Die mag dus door. Oh, pas voor jou. Die wordt wel gekild. Oh, dat is weer jammer. Mr. God, Mr. King heeft dan wel mazzel, want die mag dan een krachtpunt pakken. Wat, mag hij doorlopen? Ja, hij mag doorlopen. Oké, dan is het nu aan mij de taak. Mag ik ook doorlopen? Yay! Ik mag ook door met de catwalk. Oké, Delano wordt Delano gekild. Oh, dat is jammer. Ik vond die skin eigenlijk best wel vet. Ik vind die skin heel vet. Oké, maar hij heeft het dus niet gehaald. Oké, wij zijn in ieder geval wel door. Dan is Maarten de laatste. Ja, en Maarten gaat ook sowieso wel door. Oké, dan kunnen we nu zo meteen beginnen met vechten. Ik ga even hierheen.
En ik kan dus lekker door de bosjes heen kijken. Ik weet dus dat Kaas Moi hier zit. En ik kan hier even hits doen. Hij weet natuurlijk niet dat ik er zit. En hier even uitkijken. Oh. Ik wil even dit potje winnen met Bo. Ik vind dit een geweldige minigame. Van alles BS, shout-out naar jou, want jij hebt deze minigame bedacht. Maar Flap, die wordt ingesloten hier zo. En dat is wel chill. Ik kan hier even mijn mijnen neergooien. En, oh, Flap gaat bijna dood. Flap gaat bijna dood, maar ik ga zelf ook bijna dood. Nee. Ah, ik ga dit nooit overleven. We zijn uiteindelijk vierde geworden. We hebben nog Kaas, man. Hij komt nog door mijn super. Hey. Oh, dat was niet zo tactisch van hem. De verkeerde teleport. Aan de andere kant heb je wel een teleport. Maar hij overleeft het nog. Dan heb je Mr. Cold, Mr. King, die ook Bo is. Die nog tegen Kaas Moi gaat spelen. Hij zou dit nog kunnen winnen. Het zou nog kunnen. Wie gaat winnen? En oh, Kaas Moi, die wint nog gewoon. Dat was wel lijp. Maar we gaan nu door. Edgar. Edgar is misschien ook een goede knokker. Brock ook. Ah, Super Ranger Brock. Die is wel heel erg vet, om eerlijk te zijn. Of eentje van Colt. Nita heeft... Oh ja, Nianita. Die is echt heel bruut. We gaan Nianita selecteren. Dan ga ik daar nu een potje mee doen. Oké, nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Ik sta weer niet in het midden. Delano staat in het midden. En ik sta helemaal achteraan. Ik ben de allerlaatste. Nou, dat is ook wel speciaal. Ja, dat is ook wel weer speciaal. Ik ben benieuwd of iedereen erdoor komt. Rick, die skin is ook vet. Kaas Moi vind ik ook nice. Mortus, die skin is dan ja, niet de meest vette, vind ik persoonlijk. Maar iedereen heeft zijn eigen mening over wat de vette skin is, hè. En ik vind die van Magic Mouse, die vind ik ook echt bruut, hoor. Ja, die vind ik ook echt nice. Oh, ondertussen is Bot doodgekild. Oké, dus hij vond die Mortus skin inderdaad niet zo heel mooi. Dan is nu Magic Mouse aan de beurt, denk ik. Ja, die is nu aan de beurt. Too Fast for You, of was die ervoor? Ik weet niet meer precies. Hij mag in ieder geval doorlopen. Ik doe even een mooie banaan op de grond. Gaat Fast for You ook weer doorkomen? Ik denk het wel. Nee, hij komt er niet door. Oké, dat betekent dat Maarten een krachtpunt heeft. Maar ik vind die skin van Daryl wel vet. Ja, ik vind die skin van Daryl vet. Ga ik winnen met Nianita? Oké, nice. Ik mag door. Dat is ook wel handig. Hij doet door middel van schieten. Laat hij weten dat je door mag. Oké, let's go. Dan mogen we nu natuurlijk gaan vechten. Ik moet even uitkijken. Ik neem even deze jump. En dan kunnen we meteen gaan vechten. Ik ben dus de laatste. Dus ik kan niet meteen een goede plek gaan verzinnen. Of krijgen. Delano mag eigenlijk mee vechten. Moet hier even oppassen. Hier ga ik even staan. Ik ga even hier staan. En dan moeten we even oppassen. Ik heb mijn beer nodig. Ik moet mijn beer krijgen. Oké, top. Dat was weer een hit. Mr. God, Mr. King. Hier. En dan meteen mijn gadget erbij. En... Oh, nee. Dat ging niet goed. Ondertussen is hij bijna dood. Maar niet dood genoeg. Hij zit hier nog. Nee, ga mij niet aanvallen. Ik wil ook een keer een potje winnen. Maar het lukt me maar niet. En nu heeft Mr. God, Mr. King. Ja, die gaat nu sowieso van mij winnen. Hij gaat nu denk ik alsnog wel dood. Gaat hij dood? Delano die staat daar mooi in het midden. Je kan gewoon uit het midden lopen als je dat wilt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is wat hij zelf chill vindt. Maar Mr. God die overleeft het op 4 HP. Als hij nu nog gaat winnen, zou ik echt insane vinden. Het is nu 2... Oh nee, 1 plus 1 is het. Flap tegen Mr. God, Mr. King. Nee, hij wint niet. Maar het was wel lijp hoe hij er met 4 HP gewoon overleefde. Maar we gaan door, We gaan nieuwe knokken selecteren. We doen deze Tara skin wel. Ik vind Stormwind Tara wel echt de vette skin. Dan gaan we hiermee spelen. Oké, daar gaan we dan. En ik sta er weer niet. Ik begin weer helemaal als laatste. We zijn trouwens met 1 minder, want 1 iemand was offline gegaan. Maar dit is echt bizar. Ik ben de hele tijd de laatste. Ja, dat is wel jammer. Ik vind het wel jammer. Eventjes mooie zwaarden hier zo op de grond sprayen. En dat is wel vet, al die sprays. En deze is ook vet. Dat is die nieuwe spray die ik heb vrijgespeeld. Oh, dat ziet er een beetje vaag uit. Oké, maar ondertussen zijn er al 2 gekild. Hij is vrij streng, degene die nu in het midden staat. Bo mag blijkbaar wel doorlopen. Gaat Bot ook door? Ik denk het wel. Ja, die mag ook doorlopen. Delano, mag Delano ook door? Ja, dat denk ik ook. Ja, die mag ook door. Dan hebben we Kaas Moi en Maarten nog. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat Kaas Moi ook wel door mag. En Maarten, die skin vind ik op zich ook wel leuk. Dus ik denk dat vanaf nu iedereen door mag lopen.
Denk ik hoor. Denk ik. Ik zal even een mooie reactie erbij doen. Ja! Lekker hoor! Oké, we mogen gaan vechten. Dan moet ik natuurlijk wel zo meteen de jump gaan maken. Of de teleport gaan doen. En dan kunnen we gaan vechten. Ik zal even deze jump maken. Oké, top. Dan gaan we nu vechten. Nu gaat het voor het echt gebeuren. Hij weet niet dat ik hier eraan kom. Hij weet het wel. Oké, dan ben ik weer terug. Oké, maar we leven nog. Dus dat is lekker. Maarten, die is nu dood. Dus dat is op zich wel grappig. Want dan liggen hier twee krachtpunten. En dan moet ik dit potje een keertje gaan winnen. Oei, oei, oei. Moet even uitkijken voor Bot. Nee. Die doet dit echt veel te goed. Hij doet het veel te goed, jongen. Bot is echt veel te pro met Dynamike. Oké, dan hebben we een Dynamike. En ik zie dat er hieronder een Bow is. Dus Dynamike tegen Bowie. Hierna doen we nog één game en daar sluiten we mee af. Dan hoop ik dat ik dan een keertje of ga winnen, of dat ik mag bepalen welke skins doorgaan. Ik denk Mr. Corp, Mr. King, als hij misschien slim is, neemt hij de teleport. Maar ja, zometeen wordt het natuurlijk kleiner de wereld en dan kunnen ze geen kant meer op. Nu kunnen ze nog iets naar achteren lopen. Maar dat kan zo meteen niet meer. Maar Mr. God, Mr. King heeft gewonnen. Trouwens, stuk voor stuk zijn dit allemaal echt goede Brawl Stars spelen. Zitten allemaal in de Bowser Army. Allemaal ziek veel trofeeën. Dus ja, dit zijn niet zomaar spelen, zeg maar. Maar, oh ja, Delano. Die staat trouwens volgens mij in de top 10 van Nederland zelfs. Als helemaal lijf. We doen nog één game, daar sluiten we mee af. Dan moet ik even een goede knokker vinden. Gil. Gil is een goede knokker. En heeft Gil mooie skins. Squeakjager Gil. Daar ga ik nu voor. En weer niet. Begin ik weer. Nee, oké. Ik begin niet als laatste, maar als één na laatste nu. Dit is echt niet normaal. Ja, die Westbo vind ik ook heel bruut. Delano is die Squeak. Die is ook wel bruut hoor. In principe vind ik het nu allemaal vette skins. Ik vind het allemaal vette skins. Ik zal even deze mooie spray doen. Ja. Er is geen één skin waarvan ik denk, die is niet vet. Flap is ook nice, die skin. Misschien dat nu iedereen doorgaat. Kijk, als diegene die in het midden staat elke skin mooi vindt, dan mag iedereen doorgaan. En Kaas Moat, die heeft ook een mooie skin. Oh, Mr. God, Mr. King, Hex Shelly. Ik vind dat zo'n vette skin. Oh, dat vind ik jammer, Maar ja, uiteindelijk is het gewoon de mening van degene die in het midden staat. En Rick vindt het niet zo'n mooie skin. Dus ja, dan is het helemaal zijn mening. Dan gaan we nu lopen. Mag ik doorlopen? Ja, yay! Oké, hij gaat me niet aanvallen. Westbo, die moet ook wel doorgaan. Ik vind die skin ook vet. Oké, dus uiteindelijk is er maar één skin gekillt in deze game. Dus dan wordt het een mooi eindstrijd. Het wordt een mooie strijd. Oké, dan gaan we hierheen. Dan ga ik even hierheen. Dan kunnen we nu meteen gaan vechten. Kaasmoa, die zit hier in de bosjes. Oh, ik vind deze map trouwens best wel grappig gemaakt van mezelf. Oh, dat deed hij ziek. Hoe kreeg hij dat ooit voor elkaar? Oké, nu moet ik trouwens hier uit. Ah, jongen. Ziek gespeeld van Kaas, man. Ik had het bijna. Ik had echt verwacht dat ik het zou hebben. Too Fast For You, die leeft ook nog. We gaan even gewoon toekijken. Dan gaan we eens kijken wie deze laatste game nog gaat winnen. Dus we hebben Maarten en Delano tegen elkaar. Wie gaat winnen? Delano die hit Maarten wel, dus dat deed hij lekker. Ja, Maarten is wel in zijn voordeel hoor. Squeak is net wat lastiger denk ik om hier te spelen. Maar je weet het maar nooit, hè? Delano wel een van de beste Brawl Stars spelers van Nederland. Dus dan kan het ook maar zo zijn dat hij wel gaat winnen. We gaan erachter komen. Gaat die Bo nog raken? Oh, nee, uiteindelijk wint Maarten wel. Maar Maarten natuurlijk ook een enorm goede Brawl Stars speler. Hoeveel trofee heeft Maarten? Ja, ook genoeg. Ja. Nee, maar dat was dit voor deze minigame. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouwzuimerkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!